Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een verhuisvideo en ik heb er echt zoveel zin in. Ik kan echt niet wachten om alles aan jullie te laten zien. Dus als je er ook heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier! Oké, ja. Als ik dit film moet ik nog verhuizen. Ik ben echt mega afwezig geweest op YouTube. Ik weet het. Eerst plaats ik zoveel vlogs en ik heb eigenlijk helemaal niks meer laten zien. Speelde best wel veel dingen in mijn leven. Ik ben dus nu afgestudeerd en na de zomervakantie ga ik beginnen als juf fulltime van groep 6. Dus echt zoveel zin in. En ik heb dus vorige week te horen gekregen dat ik een huisje heb. En ik krijg 1 augustus de sleutels en ik ga alles aan jullie vastleggen. Als ik dit film is het vrijdag en ik krijg maandag de sleutels. Dus het is nog dit weekend en ik heb er echt zoveel zin in. Ik ga jullie ook nog uitleggen waarom ik het huisje en zo heb gekregen en hoe ik eraan kom. Maar ik dacht even leuk om een intro te filmen. Dus dit wordt denk ik de laatste keer dat ik hier film. Dit is dus mijn oude kamer, gewoon bij mijn ouders thuis. En ja, ik ga jullie gewoon meenemen in wat ik allemaal ga kopen. En gewoon het hele proces. Het is wel een huurhuis. De muren zijn al gedaan, de grond... De vloer ligt er, de grond. De vloer ligt er, dus dat hoef ik eigenlijk niet meer te doen. Maar ik dacht, ik ga jullie gewoon lekker alles laten zien. Ik zal heel even een klein beetje inspiratie in beeld zetten van wat ik mooi vind. Dat had ik ook in mijn vorige kamer. En dit is gewoon de eerste keer dat ik echt helemaal op mezelf ga. Dus dat ga ik allemaal aan jullie laten zien. En... Ik denk dat ik jullie weer zie als ik de sleutels heb. Overmorgen krijg ik de sleutel van mijn nieuwe huis. Dus ik dacht, ik laat even de spulletjes zien die ik nu al heb. Ik heb gisteren ook een bank besteld en kledingkasten. Maar dat wordt dinsdag gewoon geleverd in mijn huis. En ik heb dus al wat spulletjes gekocht. Dus ik dacht, ik laat het een klein beetje zien. Ik dacht, dat is wel leuk. Ik heb bij de H&M Home een nieuw douchegordijn gekocht. En ik zag dus dit... kleedje bij de Stradivarius. Dus die vond ik wel heel erg leuk. Ik heb van dit soort placemats heb ik gekocht. Nou, hier zit allemaal keukengerei en dat soort dingen in. Ik had nog dekbed. Had ik nog van Ikea. Een hele leuke. Die had ik nog van mijn oude huis. En ik heb deze hele leuke kussentjes van de H&M. Nee, van de Zara Home. Hier zit mijn nieuwe tafel in. Die moet ik nog eigenlijk bekijken. Nou, hier zitten glazen in. Maar ook... zeepompje, allemaal dat soort dingen. Maar dat komt ook nog wel. Ik heb die hele leuke spiegel heb ik van Xenos. En hier zit een badmat in. En ik had ook bij Shein had ik ook al dingen besteld. Dit soort dingetjes. Maar ook haakjes en zo. Want ik dacht dat is wel heel erg handig. Want die waren bij Shein echt heel goedkoop. En daaronder liggen 2 tafeltjes. Een soort bijzettafeltjes. Dus dat zijn een beetje de spullen die ik tot nu toe heb. En ik heb ook nog deze hele grote doos van de Xenos. En hier zitten stoelen in en nog iets anders. Maar ja, dit is nog lang niet alles wat ik wil. Maar in ieder geval wat dingen die ik al had besteld. Oké, het is vandaag maandag 1 augustus. En ik krijg vandaag de sleutels van mijn nieuwe huisje. Ik heb echt zo slecht geslapen. Ik denk door de zenuwen. Ik heb echt geen idee, want de laatste tijd sliep ik best wel goed. Maar het was vannacht echt vreselijk. Ik heb me net opgemaakt. Ik heb gewoon Nike leggingen aan. En gewoon een shirtje. Gewoon heel makkelijk. En ik krijg dus straks de sleutel. Ik ga dit er denk ik even uithalen. Want het ziet er een beetje gek uit. En als ik de sleutel krijg. Ga ik dus heel even kijken of ik nog moet verven. Want ik wil alle muren wit. Maar ik weet dus niet meer zo heel goed. Of alle muren nou echt mooi wit waren. Dus daar ga ik even naar kijken. Anders ga ik vandaag verven en sowieso vandaag schoonmaken. Morgen komt mijn bank en mijn kast. Dus dat ga ik morgen allemaal in elkaar zetten. Maar ik krijg dus vandaag gewoon de sleutel. Dus dat is wel echt heel spannend. Over een uur krijg ik het. Oké, ik ben aangekomen bij mijn nieuw huis. Ik heb net de sleutels gekregen. En ik ga jullie even een house tour laten zien van hoe het er nu uitziet. Als eerste de gang. Kom je hier binnen. Zo. Heb je hier het gangetje. Hier ga ik denk ik een kastje neerzetten. En dan heb je hier de slaapkamer. Dus ja, dan ga ik denk hier mijn bed neerzetten. Ik moet echt nog eventjes kijken. Zo, en dan ga ik hier mijn kledingkast zetten. Hier zit een gat in de muur. Dit moet nog weggehaald worden. Dat was gisteravond gebeurd. Maar dit is dus de slaapkamer. En dan ga je terug naar de gang. Hele kleine badkamer. Zo, met deze lelijke wc-bril. En dan ga je verder en dan heb je hier de keuken. De keuken ziet er heel mooi uit, heel netjes. Zo. En een wasmachine, helemaal top. Met uitzichtje. En hier heb je dus nog een soort hok. Waar je spullen in kan doen. Dus dat is echt vet handig. Hier zo. En dan heb je hier de woonkamer. Heel cute. En dan ga ik daar de bank neerzetten. En ik denk dat ik hier een eettafeltje neer ga zetten. En dit is het uitzicht. Dus dit is mijn nieuw huisje. Nou, de eerste spulletjes hebben we gepakt. Die doos. Ja, de dozen niet bij de karwei halen, want ze zakken aan de onderkant door. Nee, maar wij... De wc-bril heb ik er ook maar gelijk afgehaald. Nou ja, mijn vader. Die zag er ook niet uit. Waar gaan we mee beginnen? Met de tafel? Ja, is goed. Want we hebben ook twee stoelen, dat is wel handig. Ja. Doen we eerst het stoelen. Ook ja, ik ben mijn stoel vergeten. Ik had er wel één in elkaar gezet. Maar één stoel kunnen we wel doen. Nou, één stoel. Eén stoel voor mevrouw, blijk even. Nou, de schroeven die waren er niet bij geleverd. Dus de stoel is gelijk bomper nummer 1. Dus we gaan nu de tafel in elkaar zetten. En dan hopen dat dat wel een succes wordt. Nou, het tafeltje staat. De stoelen, dat moet nog gedaan worden. De douchegordijn zijn we aan het doen. Kijk, dit is een hele kleine badkamer. De douchegordijn is van de H&M Home. Een hele leuke. En de badmat past maar net in het huis. Zo. Dan moet ik nu eventjes die dingen vast aan het maken. Iets van vast. Nou, hij zit vast. Oké, de eerste dingetjes staan al in de keuken. Ik moet dus nog even een bestek, zo'n besteklade kopen bij Ikea. Verder heb ik hier al borden en zo in staan. En ik heb ook al mijn pannen en zo erin gezet. Hier nog niks. Dit is ook top voor water. Dus dat is al een beetje zo. Wat is dit? Dus van de koelkast. Dan moet ik ook nog eventjes... We gaan indelen allemaal. En het tafeltje staat dus. En we hebben een nieuwe wc-bril erop gezet. Nou ja, papa heeft dat gedaan. Dus nieuwe wc-bril. En het douchegordijn. Die kan ook mee. Ik had dus ook nog wat dingetjes bij Shein besteld. Want ze hadden er best wel handige dingen. Dus ik dacht, ik laat het even zien. Ik had namelijk deze onderzettertjes. Echt heel erg leuk. Dus die ga ik zeker gebruiken. En ze hadden daar dus ook dit soort haken. En deze haken kan je dus gebruiken. Ik heb er twee voor. Hier. Dus dan doe je... Oh, dan moet ik het even goed laten zien. Doe je het er zo tussen. En dan kan je daar gewoon je handdoek op hangen. Vet handig. Maar ze hadden ook... Even kijken, wat heb ik nog meer gekocht? Over je tandenborstel. Oh ja, en ook nog andere haakjes. Ik heb best wel veel haakjes daar gekocht. Dit soort haakjes. Dus daar kan je best wel handige dingen kopen. Het is vandaag dinsdag, 2 augustus, de volgende dag. Gisteren weet ik eigenlijk niet wat het laatste is wat ik heb gefilmd. Maar eigenlijk hebben we nog niet heel veel gedaan in het huis. Want er was ook nog niet heel veel te doen. In ieder geval, alles is echt helemaal schoon. Dus dat is top. En ik heb een beetje de keuken en de badkamer gedaan. En vandaag was een belangrijke dag. Want ik heb vannacht iets besloten. Ik ga toch maar mijn huis verven. Ik ga het wel wit verven. Maar ik heb geprobeerd om wat vlekken weg te halen. En dat lukte niet. Dus ik ga toch maar gewoon alles opnieuw verven. Dus ik ga zo naar de Gamma. Dan ga ik verf halen. Dus dat moet wel echt even vandaag gedaan worden. Want vandaag komen ook de spullen van Ikea. Die ga ik dan gewoon even in het midden van de kamer zetten. En dan komt dat wel. Maar ik ga in ieder geval dus vandaag verven. Want het is echt nodig. En anders ga ik me daaraan ergeren als ik er woon. Want dat weet ik gewoon. Dus dat is het plan voor vandaag. Ik ga zo naar de Gamma om verf te halen. Okay, ik ben nu al helemaal bezweet. Ik ben in mijn nieuwe huisje. Ik ben nu alles aan het afplakken. Want ik ga dus verven. Ik heb deze verf bij de Gamma gekocht. Dus ik heb nu net alles met een doekje schoongemaakt. En nu ga ik dus eerst afplakken en dan verven. Nou, Ikea is geweest. Als het goed is, is dit de bank. Dus die staat nu in de woonkamer. Ik heb dit allemaal al afgeplakt. En hier zijn de twee kasten. Want ik ga twee kledingkasten nemen. En hier zitten nog de kussens voor de bank. Dus dat is dat. Dus ja, ik ga nu even verder met afplakken. Want ik wil eerst gaan verven. En dan ga ik alles in elkaar zetten. Oké, ik heb een andere outfit aangedaan. En ik ga nu gewoon verven. Kijk, het is al best wel wit. Maar ik wil het gewoon nog iets witter. Dus ja, dat gaan we nu doen. Ik ben benieuwd. Even avondgegeten. Dus ik ben nu weer in mijn huisje. En de muren zijn zo mooi wit. Het is dus nu opgedroogd. Ja, ik hoop dat je het goed kan zien. Maar ik heb heel mooi licht van buiten. Dus ik ben echt heel blij. Want dan heeft het dus echt in één keer gewoon helemaal goed gepakt. Dus dat is top. En ja, ik had van mijn moeder deze mooie bosbloemen gekregen. Echt super lief. Dus die wil ik straks even op tafel gaan zetten. En ik had dit van mijn broertje en vriendinnetje van mijn broertje gekregen. Echt heel leuk. Sushi stokjes en dit. En ook nog deze. Dus dat is echt heel leuk. En ik ga zo meteen verder met de kast. Ik was dus al een stukje begonnen. Kijk. Maar er komt zo meteen iemand kijken voor dit gat. Want dit gat is echt vreselijk. Ik heb even het tafeltje teruggezet. En deze stoelen ga ik er dus bij doen. En kijk, dit is de bosbloemen. Echt heel mooi. Het is vandaag woensdag, een nieuwe dag. Gisteren heb ik nog de bank in elkaar gezet. Dus dat is heel chill. Die ga ik zo even laten zien aan jullie. Ik ga nu, want bij de Hoogvliet is mijn pakketje gebracht. Met daarin waarschijnlijk mijn combi magnetron oven. Dus die ga ik even ophalen. En dan gaan we vandaag weer verder. Ik ben in mijn huisje. Volgens mij is mijn camera niet scherp. Ja. En kijk, dit is dus nu de bank. Hij moet dus nog even rechtgezet worden. Tafel, stoeltje. De kast is ook al een stukje verder. Daar is mijn vader mee bezig. Kijk, daar. Kijk, en je hoort dus de klok. Want de klok zit hier heel dichtbij. Kijk, want ik heb een heel mooi uitzicht vanaf hier. Zo op de kerk. En ik ga nu eventjes van die zachte dingetjes onder de poten plakken. Dat wil ik even laten zien. Echt een tip, want dan kan je hem en makkelijk verschuiven. En het blijft mooi. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Dat doe ik dan heel even onder die pootjes. Zo. En dan gaan we hem zo recht zetten. Stickers. Nou, de bank staat. Hij is echt heel mooi. Zo. Nu kijken of de kussens erop passen. Dat hebben we nog niet geprobeerd. Nou, heel leuk. Leuk, hè? Ja. Oh. Perfect. Ja. En dan, ik denk toch de poster erboven. Oké, we hebben het pakketje opengemaakt van Xenos. Ik had dus deze week ook al een stoel besteld. Alleen daar zaten de schroeven niet bij. Deze stoelen wil ik namelijk 3 keer. Maar bij deze zit wel de schroeven, dus dat is fijn. En er zat ook een blikje drinken bij. Zwiffertje. En dubbelzijdig tape. Echt het beste dubbelzijdig tape wat er is. Nou, daar staat hij. Zo blij mee. Niet normaal. Wat ik nu ga doen is, ik had van die bijzettafeltjes gekocht. Die ga ik even in elkaar zetten. Deze. Dus dat gaan we eventjes doen. Oké, ik heb thuis even mij klaargemaakt, want ik zag er echt niet uit. En even wat spulletjes nog gehaald. Kijk, nu ziet het er zo uit. Maar wat ik dacht... Kijk, ik wil dit soort kleedjes. Deze is dan eigenlijk voor de slaapkamer. Maar voor nu eventjes. Dan hier neerleggen. Ik moet alleen nog even kijken waar precies. Misschien daaronder. Ik moet nog even kijken. Oké, hier is het kleedje. En ik dacht, die dan hier. Ik moet even de prijskaartje afknippen. Ja, dat ga ik nu even doen. Oké, het is vandaag donderdag en ik ben weer in mijn huisje. Ik ben samen met Denise. En wij gaan vandaag even de posters ophangen. Want we willen die eigenlijk hier zo boven de bank doen. Dus dat gaan we zo doen. Ik heb namelijk posters van Desenio. Is het eigenlijk Desenio of Desenio? Desenio, toch? Ja, het is toch gewoon Desenio. Er zei een keer iemand, het is Desenio. Maar... die ga ik even... Oh. Dat is echt heel... Hij is wel zwaar. Die ga ik even openmaken. Oké, hier liggen alle posters en ik heb de lijsten dus hier ook besteld. En dit is een beetje de inspiratie die we nu gaan ophangen. Ik kan dit wel delen. Dat is misschien wel leuk voor sommige mensen. Ja. Zo. Dus dat gaan we even doen. Ik denk wel dat het heel leuk bij elkaar staat. Omdat het allemaal natuurlijk beige is. Ja, dit is top. En die... Nou, het is wel heel cute. Ja, ik vind het is een heel schattig hoekje. Ja. Nee, nu ik het langer zie, vind ik het echt heel mooi. Nou, we gaan voor het eerst iets in de oven maken. Nachos. We moeten een beetje improviseren. Het belangrijkste is, wat mijn vader zei... Als we de oven gebruiken, moet hij een stukje naar voren. Omdat hij anders een brandvlek maakt in de muur. Oh, wat erg. Maar je mag niet hoger dan 220 graden. Die ovenschaal. Oké, maar dat, ik denk niet dat hij hoger kan dan 220 graden. Dat scheelt. Dat weet ik niet. Oké, dan gaat hij nu. Hij gaat automatisch opwarmen. Okay. Je ziet alleen mijn hoofd. Je ziet helemaal niet wat er in die oven zit. Het ziet er wel goed uit. Alles in? Ja, toch. Heb je een lepel of zo? Ja, een lila. De bestekken. Kijk, deze sushi set is van de Xenos. Heel leuk. Dus kijk, het is zo. Oh. Ik heb ook veel te veel bestek. Nee, het boeit echt niks. Eerste maaltijd in dit huis. Maaltijd. Oké. Chips, het ziet er niet uit. Oké, het is een paar dagen later. Want nou, de woonkamer was wel een klein beetje af, zoals jullie hadden gezien. En de posters hangen er. En in de slaapkamer zit dus een gat in de muur wat nog gemaakt moest worden. Dus ik wilde eigenlijk wachten met mijn slaapkamer afmaken. Maar mijn vader en ik hebben eergisteren een busje gehuurd. En toen hebben we het bed en zo daarin gezet. Dus dat ga ik vandaag in elkaar zetten. Dus we kunnen gewoon weer een beetje verder gaan. Want het liep eigenlijk een beetje vast. Dus dat is wel heel chill. En gisteren was ik naar de Gay Pride in Amsterdam. Dus daarom heb ik gisteren niks gedaan. Dus ik heb me nu net even omgekleed, mijn spulletjes gepakt. En dan ga ik nu naar mijn huisje toe. En dan gaan we vandaag met de kastjes en dus met, ik kom niet uit mijn woorden, met het bed aan de slag. Dus dat gaan we doen. We kunnen de lattenbodems erop, toch? 1:15. In een uur, toch? Of niet? Nou, het bed staat er. Ik ga het bed gelijk eventjes opmaken, want ik dacht dat is wel handig. En ik had alles al gewassen. Dus dat heb ik net even gehaald thuis, even in vuilniszakken gedaan. En dan ga ik het bed gelijk eventjes opmaken. Zo. Oh ja, de Luxaflex, want je ziet daar een stukje, dat wordt dus allemaal nog vervangen. Maar ik dacht, het bed kan ik nu wel opmaken. Het is wel zo'n dubbeldeken, dus ik ga er denk ik even eentje van afhalen. Want anders is het gewoon heel heet voor me. Even kijken, ik denk dat ik gewoon die dunne erop laat zitten. Nou, het bed is opgemaakt. Ik dacht dus dat ik die hoesjes mee had voor mijn kussens. Maar ik kan ze opeens nergens meer vinden. Want ik heb twee nog van die kleine kussentjes die ik er dan bij wil. En die zijn bruin. Maar die kan ik nergens vinden. Oké, die kussentjes moet ik thuis eventjes zoeken. Want dat zijn van die hoesjes hier omheen. In een beetje een lichtbruine kleur. Maar ik wilde dus hier weer posters doen van Desenio. Dus ik denk dat ik dat gewoon nu gelijk ga doen. Want dan heb ik dat maar gedaan. Dus ik ga ze er even bij pakken. En dan leg ik ze even op mijn bed neer. Want dan kan ik het gewoon het beste zien. Oké, en dit zijn de posters die ik heb. Ik probeer even een foto te zoeken. Want ik had ze namelijk vroeger ook al in mijn oude kamer. Dus toen had ik het zo hangen. En eigenlijk wil ik het gewoon weer hetzelfde. Dus ik ga het eventjes goed neerleggen. Want dan kan ik heel even kijken hoe groot het ook weer was. Oh ja, deze die was over. Dus die kan ergens anders. Misschien hierop of zo. Oh, deze heb ik. Die hoort hierboven. Zo, en dan wil ik hem hier. Maar ik ga er heel even een doekje overheen doen. Want ik voel dat ze een klein beetje vies zijn. Dus dat ga ik eventjes doen. Is weer een dag verder. Het is vandaag maandag of zo. Precies een week geleden. Of ik weet niet eens welke datum het is. Zo erg. Dat heb ik altijd in vakantie. Maandag. Dus in mijn huis heb ik vandaag precies 1 weekje. En eigenlijk is het best wel snel wat er nu al staat. Maar er moet echt in de slaapkamer nog mega veel gebeuren. Ik heb gisteren dus mijn bed neergezet. En ik heb even die kussentjes gehaald. Dus die zal ik eventjes aan jullie laten zien. Ik had ook nog wat andere dingen gehaald. Gewoon van thuis. Dus dat zal ik eventjes laten zien. Ik wilde dus ook een pakketje ophalen. Maar tegenwoordig moet je je legitimatie meenemen. Die had ik dus niet bij me. Dus dat was lekker handig. Want er is nog 1 Desenio poster die nog moet komen. Dus die had ik. Het is niet een hele mooie. Maar ik had nog deze bij de Action gehaald. Voor dan die poster die erin moet. Ja, dit zijn de handdoeken. Dus die passen ongeveer wel precies hierin. Dus dat is top. En ik had ook nog van die kussensloopjes. In een beetje een beige kleur. Dus die was ik eerst even kwijt. Maar die ga ik even om deze heen doen. Nou, en de kussentjes liggen ook nu op mijn bed. Ik vind ze echt heel leuk. Ze zijn dus van de Zara Home. Het is een paar dagen later als ik dit film. Ik heb ook al mijn spulletjes verhuisd. En dat ga ik jullie allemaal laten zien in de house tour. Dat het eigenlijk helemaal af is. Ik hoop dat jullie deze verhuisvlog leuk vonden. Als je vragen hebt, stel het zeker in de comments. Of andere dingetjes. Ik zal proberen alles te beantwoorden. En als je nou echt heel specifiek hebt waar alles vandaan komt. Mag je me ook in Insta DM sturen. Maar ik ga ook in de house tour alles nog helemaal uitleggen waar alles vandaan komt. Dus heel erg bedankt voor het kijken en ik hoop je heel snel weer bij een nieuwe video te zien. Doei doeg!